Welkom weer bij Rondje Parklaan. In deze serie praten we je bij over alles rondom de Parklaan. Nou, de Bennekomseweg en de Edesweg zijn alweer even dicht vanuit Bennekom. En niet alleen met de auto, maar ook met de bus moet je een stukje omrijden. Dus hoe kom je nu met de bus van Bennekom naar Ede? Dat zoeken we deze week voor je uit. Ik sta hier op station Ede-Wageningen met Herman van Reis. Herman, wat hebben de werkzaamheden nou voor gevolgen voor de busreizigers? Het zijn twee buslijnen die er last van hebben. Dat is Stadslijn 2, komende vanuit Rietkampen naar het station. Die gaat vanaf de halte Stadspoort via de Bovenbuurtweg naar station Ede. En dan vervallen de haltes in het zuidelijke deel van Ede, de Jan Vermeerstraat, het kenniscentrum Horelaan en de halte Reehorst. De reizigers vanuit Bennekom, die met lijn 86 naar Ede willen, ook zij hebben daar last van, want de bus van Wageningen naar Ede die gaat via de provinciale weg naar Ede, stopt alleen bij de halte Haldebrink. De meeste halte in Bennekom, daar stopt een pendelbus, zodat mensen vanaf die halte met die bus naar de halte Haldebrink kunnen. Wie met de fiets wil, kan het ook doen, want er zijn fietsvoorzieningen bij de halte Haldebrink. Kun je fiets daar achterlaten en dan met lijn 86 of lijn 303 naar Ede reizen. Dus dat is een keuze die mensen zelf kunnen maken. En waar kunnen mensen nou terecht als ze meer informatie willen? Mensen kunnen terecht op de website reis.nl en dan met 3 R'en. Klik op de homepage op actueel. Dan vind je informatie over de wijzigingen van de bussen in Ede. Daar vind je ook informatie over de plekken waar de pendelbus stopt, de vertrektijden. En vanaf eind januari is het ook te zien in de reisplanners. Dus dan kunnen mensen daar alle informatie vinden. Nou, mooi. Dankjewel. Heb jij nou last van die aangepaste dienstregeling? Ja, eigenlijk wel. En bij welke halte stap je nou normaal op? Ja, normaal op de Strooiweg in Bennekom. Maar daar was de weg afgesloten. Dus daarop kon ik er nou niet op. En je hebt geen pendelbus gezien? Ik heb geen pendelbus gezien. Waar is de pendelbus? We staan hier bij Nood. En Nood verzorgt de pendelbus. En ik sta hier met Ruben. Nou, Ruben is een van de buschauffeurs. Nou stonden wij net rond een uurtje of 2 uur 's middags bij de Haldebrink. En daar was het eigenlijk heel rustig. Stappen er wel een beetje mensen bij jou in de pendelbus? Nou, het valt reuze mee. Wij pakken echt alleen de mensen op die van Wageningen naar Bennekom moeten. Of van Bennekom naar Ede. En de mensen die van Wageningen naar Ede moeten, die kunnen gewoon gebruik maken van de normale lijnbus. En de mensen die naar Bennekom moeten of van Bennekom naar Ede, ja, dat valt gewoon reuze mee. Maar ook die mensen moet je meenemen en die moet je gewoon vervoer kunnen bieden. Want hoe ziet die route er nou uit van de pendelbus? Nou, we rijden eigenlijk gewoon de vaste route die lijn 86 ook al reed. En we rijden ook gewoon volgens hetzelfde dienstschema zoals de 86 rijdt. Dus we rijden gewoon van Wageningen door Bennekom heen en van Bennekom rijden we door naar Ede. Nou, perfect. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Mogen we een stukje meerijden? Uiteraard, zeker weten. De bus staat klaar. Nou, leuk. Super. Ruben, waar staan we nu? We staan nu op de allereerste halte waar lijn 86 zijn mensen nog uit kan zetten voor Bennekom. En vanaf hier gaan wij de route door Bennekom heen rijden richting onze laatste halte waar de mensen weer over kunnen stappen richting Ede. En hoe laat gaan we dan vertrekken? Wij rijden eigenlijk gewoon de normale dienstregeling. Wij wachten tot lijn 86 hier voorbij komt, zodat de mensen die over moeten stappen de overstap kunnen halen en dan gaan we rijden. Ruben, jij bent Bennekommer, vertelde je net al even. Hoe is het dan voor jou om deze route te rijden? Ah, het is op zich wel grappig. Je komt nog wel eens iemand tegen onderweg. En dan kun je eventjes een keertje lekker zwaaien of je geeft ze even een seintje. Nou, soms gaat het ook wel eens mis. Ik kwam van de week, dacht ik, een vriend tegen in een werkbusje. En daar zat ik heel uitgebreid naar te zwaaien en te zijn. En toen we elkaar voorbij kwamen, was het heel iemand anders. Ja, dat kan ook gebeuren. Maar nee, over het algemeen is het helemaal prima. Je komt lekker door je eigen omgeving heen. Je herkent het allemaal. Dus wat mij betreft helemaal goed. En waar staan we nu? We staan nu op onze laatste halte. Dat is de halte Haldebrink. En hier kunnen de mensen weer overstappen op de lijn 303 richting Ede-Wageningen. En dan kunnen ze hun reis vervolgen. En jij gaat weer terug? Ik ga weer terug. Ik rij hier een stukje door. En dan ga ik via de carpoolplek draaien om. Ga ik weer terug naar Wageningen. En dan ben ik weer op tijd voor mijn volgende rondje. Oké, super. Nou, dat was hem weer voor deze week. Ook voor de busreizigers is er dus het een en ander veranderd. Volgende week zijn we er weer. Heb je nou een vraag?
Stel hem in de comments.